Er is meer folkmuziek. Er is een stroming vrij populair geworden. Die zit dicht tegen de metal aan. Dus Within Temptation, dat soort mensen. Hardere muziek. Hardere muziek. En je hebt ook een stroming, cybergothic, die heel erg tegen de elektronische dancemuziek aan zit. Dus hele harde industriële muziek. Maar die verschillende stromingen kunnen prima met elkaar opschieten. Wat de aanhangers bindt, is dat ze anders zijn. Ik doe eigenlijk gewoon...